Goeiedag, welkom bij het NINSEE Journaal. Elk jaar organiseert de Stichting Amsterdam Centrum op 30 juni een herdenking van het slavernijverleden van de stad Amsterdam. Dit gebeurt bij de Levensboom, het monument van besef op het Surinameplein. Het programma bestond uit toespraken, diverse optredens, 2 minuten stilte, gevolgd door het strijken van de Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse vlag. Op 1 juli vond de jaarlijkse nationale herdenking plaats in het Oosterpark. Naast de formele plechtigheden en toespraken werd ditmaal door het NINSEE ook het podium geboden aan jonge actievoerders om hun mening te verkondigen. Na jaren van protest, demonstraties en dialoog, zegt premier Rutte nog steeds, ja, Zwarte Piet is zwart en daar kan ik niks aan veranderen. Na die protesten en een rechtszaak, zegt de burgemeester van Amsterdam nog steeds, geef Zwarte Piet nog 10 jaar om te ontwikkelen, zodat we eraan kunnen wennen. Net zoals de koloniale gezagvoerders op 1 juli 1863 vonden dat de tot slaaf gemaakte Afrikanen nog 10 jaar moesten wachten om vrij te zijn. Hiermee werd aandacht gegeven aan hoe jongeren met de problematiek rond slavernij omgaan. Dit jaar gaan we mensen mobiliseren om een einde te maken aan het racistische feest in Meppel. We gaan een geweldloos, vreedzaam, maar luidruchtig protest organiseren tijdens de nationale intocht. Daaraan voorafgaand zullen de cursussen zijn geweld als verzet in de geest van Martin Luther King. De traditionele Biggie Speakery optocht vond om logistieke redenen niet plaats. De actiegroep Dero Movement echter zorgde voor een alternatieve optocht die vanuit het Kerwin Duinmeijer monument in het Vondelpark vertrok naar het Museumplein. Op het Museumplein werd het festival geopend met een ceremonie waarbij het masker van Marianne Markelo een belangrijke rol speelde. Daarna barstte het feest los met optredens van onder andere Kenny B, Typhoon en Steel Pulse. Vincent, het Museumplein is stikkenvol op dit moment. Dit is een eenmalige kitty-kotty op het Museumplein. Wat zijn de grote verschillen met het Oosterpark tot nu toe? Voor jou als organisator? Schaduwplekken. We zijn heel blij dat we op het Museumplein zijn, omdat het gewoon de belangrijkste plek is van Amsterdam. Maar ik verkies toch liever het Oosterpark, omdat ik vind het eigenlijk gezelliger, cozier, meer schaduwplekken en de podia komen eigenlijk iets beter tot hun recht. En hier is het echt het hoofdpodium. Dus als het aan jou ligt, ga je volgend jaar weer terug naar het Oosterpark? Als het aan mij ligt, zijn we volgend jaar weer in het Oosterpark, ja. Maar het ligt waarschijnlijk niet alleen aan jou. Wat zijn de criteria, of de keuze voor de locatie? Nou, ten eerste de eisen om hier op het Museumplein iets te doen, die zijn gewoon veel hoger. En het kost een voorbeeld? Vergunningsvoorwaarden, schoonmaakkosten, parkeren voor het publiek.
Er zijn een hoop andere logistieke kosten die je liever niet hebt. Je gebruikt je geld liever om gewoon goed te programmeren, dat echt in de programmering zit. En op het museumplein gaat er iets meer geld, raken we eigenlijk kwijt aan logistiek, aan puur het faciliteren. Was het voor jou als organisator ook complexer om hier te organiseren? Complexer was het niet, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is eigenlijk hetzelfde stramien eigenlijk. Het was gewoon, het is duurder. En wat wel complexer was, was de manier hoe we het in de markt brengen. Want de herdenking is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Misschien zelfs belangrijker dan het festival qua verdieping en bewustwording. En het monument is in het Oosterpark, dus de herdenking vond daar ook plaats. Maar waardoor je eigenlijk twee locaties krijgt, een locatie van herdenking en een locatie voor het festival. Wat op zich interessant is. Ja, als dat verder zou worden uitgewerkt en het budget dat ook toelaat, dan zou ik dat misschien wel toejuichen. En als je het nog verder trekt in die ontwikkeling en je zou het krijgen dat je een dag hebt om te herdenken en een dag om te vieren, dan komt het wel helemaal goed uit. Gelet op alle logistieke eisen die aan de organisatie van het festival werden gesteld, ligt het voor de hand dat volgend jaar het Kitty Kosti Festival gewoon weer zal plaatsvinden in het Oosterpark. Frank Weerwind, de nieuwe voorzitter van het NINSEE en aanstaande burgemeester van Almere, speelde een belangrijke rol in zowel de herdenking als de viering van Kitty Kosti 2015. Hier is hij in gesprek met leden van grassroots organisaties bij Markt Radio. Kritiek geven is makkelijk. Constructieve kritiek door mee te denken hoe we bijvoorbeeld, hè, kijk naar die 1 juli viering. Ik heb gehoord dat grassroots willen mee helpen organiseren. Ik heb ze ook van harte uitgenodigd om mee te helpen organiseren. Een enkeling heeft die handschoen ook opgepakt. En zo geldt hetzelfde, de kracht van het getal. Laten we ons daarvan bewust zijn. Laten we elkaar niet tegenwerken, maar laten we samenwerken. En die uitnodiging staat, die open handschudding wil ik maken. In de richting van alles. De LPS hebben we nadrukkelijk ook gezet. Ik heb groot respect voor mevrouw Bertel-Dietma. Is ook een van de founding mothers eigenlijk van het NINSEE en van het monument. Dat zijn wij niet vergeten. Daar komen we vandaan. Maar laten we in tijden van nu elkaar niet verdelen, maar kijken hoe onze agenda's tot elkaar kunnen komen en hoe we kunnen samenwerken. Dan krijg je de kracht van het getal en de massa. Dan zijn we sterk. En zo heb ik de studenten ook opgeroepen op de universiteiten met een Surinaamse achtergrond, met een Antilliaanse achtergrond. Want denk mee, werk mee, blijf niet in de achterhoede staan. Maar neem dan ook die verantwoordelijkheid. Ik heb het ook gezegd tegen bestuurders van Surinaamse achtergrond. Nu is het moment dat je er moet staan en mee moet denken en constructief moet zijn. Ik zeg tegen het rechters, ik zeg het tegen medici. Er zijn vele intelligentia die overal zitten. Maar ik zeg het ook tegen die machinebankwerker die ergens zit. Sta op, denk mee, werk mee. Het NINSEE mag niet alleen afhankelijk zijn van een rijksoverheid of van gelden die je krijgt. We hebben het zelf in de hand. En we kunnen het zelf organiseren. Dit was het NINSEE Journaal. Tot ziens.